te geloven in God en woorden van God ervaren. Met een hart dat hem vereert, krijgen ze Gods redding en liefde. Deze mensen getuigen van God, ze leven de waarheid en ervaren Gods wezen en zijn gezindheid. Ze zien Gods liefde leven er middenin. Als mensen willen houden van God, moeten ze proeven van zijn lieflijkheid. Emotionele impuls. Als mensen willen houden van God, moeten ze proeven van zijn liefde.